Wie wil werken in een prettige en gezonde omgeving doet er goed aan binnen te lopen bij Graste Kantoormeubelen in Schaik. Met meer dan 25 jaar ervaring lukt het altijd een representatieve werkplek samen te stellen die voldoet aan alle eisen. Voor een beter beeld wordt een 3D-tekening gemaakt. Graste heeft ook een uitgebreide collectie gebruikte kantoormeubelen. Dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Deze week vanaf de markt in Boksmeer. Wij gaan kijken of er hier iets leeft. Goedemiddag dames. Goedemiddag. Goedemiddag mevrouw. Ik kom hier om te buurten. Oh, dat is gezellig. Dat doe ik heel er leeft hier wel iets, het Weijertheater. Ja. Is overgenomen. Ja, dat is geweldig. Ja, bent u er blij mee? Ja, heel erg zelfs. Want u komt uit Boksmeer? Ja, ja. Maakt u er vaak gebruik van? Geregeld. Ja. Ja, niet vaak, maar toch wel... Voor u zou het wel een gemis zijn als het, het bestaan ophield. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het hoort bij Boksmeer. Wat zijn de plannen precies? Wat ze mee gaan doen? Daar heb ik me nog niet in verdiept, moet ik zeggen. Want het zou overgenomen worden en ik weet dus niet wat ze dus nog gaan doen. Ik hoop alleen dat ze een theaterprogramma houden. Nou, en dat is heel erg belangrijk. Ja. En u, wat vindt u ervan? Ja, ik vind ook goed dat het overgenomen is en ook door hun. En... U kent de mensen? Ja... Beetje. Nou, vertel eens iets leuks over ze. Nee. Zo goed ken ik ze dus niet. Okay. Maar ik vind het ook fijn dat ze blijven staan, want wij doen al line dansen. En dat wil ik wel graag hebben te blijven, want dat is wel belangrijk voor ons. Ja, want we maken meerdere verenigingen clubs gebruik van. Ja, inderdaad. Dus het is wel een goede actie. En verder, wat leeft er nog meer in Boksmeer? Alles. Hoop ik. De markt is veranderd. Die is heel leuk geworden. Ja? En heel fijn, want ik woon heel dichtbij, dus dat is nog makkelijker. Vergeet ik me nu of zijn er ook meer kramen bijgekomen? Nou, nee. Komt door de opstelling? Ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde gebleven is. Ja, toch? Ja. Alleen ja, het is nog ruimer, hè? Ruimer van opzet. Ja. Nou, nog meer mensen. Is helemaal compleet. Ja, komt allemaal goed. Ja? Is nou de crisis ook een beetje overgewerkt. Heeft u last van de crisis? Nou, wij mogen niet klagen. Nee? U merkt het wel? Dus ja, iedereen merkt het, hè? Kan er toch nog een kopje koffie dadelijk vanaf op de markt? Ja, met iets lekkers erbij ook nog wel. Maar de lekkers er thuis? Met iets lekkers erbij ook nog wel. Maar ja, dat is weer niet goed, hè? Nee? Nee. Nou, geniet nog van deze middag. Okay. Bedankt. Ja, ook bedankt, hè? Ja. Wat is er zo geweldig aan Boksmeer? Ik zou het niet weten. Oh, ik denk, nou komt er toch een enthousiast verhaal? Nou, ik... U komt wel uit Boksmeer? Jawel, ik kom uit Boksmeer. Ik woon in Boksmeer. En ik ben hier ook opgegroeid. Ja, ik vind het eigenlijk best wel een aardige plaats. U woont hier al je hele leven? Ja, vanaf 2 jaar oud. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, dan is het toch fantastisch hier waarschijnlijk. Jawel. En ik heb de kinderen hier gekregen en grootgebracht. En... Zijn die ook hier omgeving Boksmeer gebleven? Ja. 1 in Oefeld en 2 in Boksmeer en 1 in Amsterdam. Oh, die van Amsterdam die is een beetje de rit kwijt. Nou, nee. Hij is daar gelukkig. Ja, hoe is hij in Amsterdam terechtgekomen? Nou, vanwege zijn studie, ja. Op kamers gegaan daar en toegebleven? Ja, en werkt daar nou, dus... Ziet u hem vaak? Ja, regelmatig. 6 oktober ga ik er weer naartoe. Heeft u daar ook kleinkinderen in Amsterdam? Nee. Die hebben we hier in Boksmeer. Ja. En in Oefeld dan. Het is dan toch wel fijn dat die vlakbij zijn? Jawel, dat is wel leuk. Maar het leeft allemaal zijn eigen leven. Hè? Het komt gewoon allemaal thuis en dat is hartstikke leuk. Ja. En verder doen wij ook zelf wat we willen. U bent geen oppas-oma? Vaste geweest, dag? Geweest. Ja, maar dat was op een gegeven moment vond ik het genoeg. Oké. Ja, en van 2 kanten eigenlijk. Hè? Kinderen worden ouder. Dus ja, God, hun wonen in Oefeld en die hebben daar hun dingen. Ja. Ja, en dan, God en wij hier. En dan is het toch moeilijker, hè? Daar de vriendjes, vriendinnetjes. Dus die zijn nu alweer wat ouder? Ja, die zijn 10 en 7. Ja. En dan 1 kleinzoon hier, die is 15 en die zit op het Elsendaal. Dus daar hoef ik niet meer op te passen. Dat passen die komt er nog een tijd dat hij op u kan passen. Dat kan ook nog. Nou, dat hoop ik toch niet. Maar u ziet hem wel regelmatig? Jawel. Het is wel een kleinzoon die nog graag naar oma gaat. Oh, jawel. Ja, absoluut. Ja, echt allemaal. Ik heb er geen moeite mee. En hoe brengt u nu uw week door dan? Nou, ik kom nou net van de yoga af. Ja. En dan ga ik even shoppen.
En dan ga ik dadelijk naar mijn schoondochter. Die hebt, dus even kijken, Silke is net 8 maanden. En dan ga ik even naartoe. Ga ik een kopje koffie drinken. Ja. En dan weer naar huis. En dan zal mijn man langzamerhand wel thuis zijn. Die zit aan de Maas te vissen. Dus, ja, dat doet hij graag? Ja, dat doet hij graag. Ja. Zit goed vis weer? Ook veel in Boksmeer. Ja? Die zit in de carnavalsvereniging. Ja, daar zit hij al 33 jaar in. Is ook prins geweest. Dus we hebben toch wel wat met Boksmeer. Ja, nou, dat denk ik ook. Ja, dacht ik ook. Nou, ik hoor het wel. U verveelt zich niet? Nee, ik verveel mijn eigen niet. Echt niet. Ik kan heel goed shoppen en... ja, lekker geld uitgeven, zolang we nog kunnen. Ja, dat is toch ook mooi. Dus u heeft ook geen last van de crisis, kredietcrisis? Nee, ik heb nergens last van. Heb ik het, dan heb ik het, dan heb ik het niet. Nou, dan kan ik het ook niet uitgeven. Wel. Mooi zo, die instelling. Fijne dag nog. Nou, hetzelfde en bedankt. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt u ook uit Boksmeer? Ja. Hoe lang woont u al in Boksmeer? Dat weet ik niet, maar wel heel lang. Heel lang. Als kind ook al? Ja. We hadden het er net over, hoe leuk is Boksmeer? Ik vind leuk. Ja? Ja. Wat voldoende ondernomen? Wat is dat? Activiteiten, evenementen? Ja. Ja? Ze hebben van alles hier. Is er van het weekend ook iets te doen? Hier in het weekend? Ja. Dat weet ik niet. Was afgelopen weekend niet de kofferbakverkoop? Ja, daar op de markt, ja. Ja. Ja, bent u niet geweest? Nee, ben ik niet geweest, nee. Wat vindt u leuk om zoal in het weekend te doen? Ja, wat vind ik leuk? Met shoppen? Ja, en beginnen weer aan elkaar te maken. Oh, het begint alweer toch niet al met de kerstkaarten, of wel? Ja. Begint u nu al met de kerstkaarten te maken? Ja. Dan moet u er zeker heel veel maken. Ja, en van mijn moeder zo. Ja, en ik doe ze ook verkopen en zo. Ja. Oké, en dan komt u voor de kaarten op de markt, of is dit niet op de markt gekocht? Jawel, er zijn van alle soorten. Oh, want ik zie hondenkaarten. Dat is een kerstkaart? Ja, kerstkaart en gewone kaarten. Ja, dat doe ik allemaal mooi maken. Baby's en ik doe van alles zo. Doet u dat al lang? Oh, al heel lang, ja. Ja? In groepsverband of in uw eentje? Nee, met een vriendin. Ja, die was straks ook daar. Die had ook weer wat vellen gekocht en zo. Oké, is dat nou goedkoper dan uiteindelijk, als we gewoon een kaartje kopen? Ja, ik vraag er niet zoveel voor. Nee, maar ik bedoel, als u dat moet maken, dat is volgens mij best wel duur, of niet? Ja, je moet de lijm alles kopen. En ja, je moet alles kopen, hè. Gereedschappen en alles. En... krijgt u nu zelf ook vaak kaartjes? Van de mensen? Ja. Als u jarig bent, of... ja, ja? Krijg ik ook verjaardagskaarten en zo. Veel zelfgemaakte? Ja, ook. Maakt u nu ook zelf vanuit die andere kaarten weer nieuwe kaarten? Van die oudere? Ja. Nee, ik laat er gewoon in een koffer en dan komen ze zo kijken. Komt u een keer tevoorschijn? Of ja. Ja, ik vind dat wel leuk, dat is mijn hobby. En ik doe dan 's maandags bij de Weijer is dat zo'n centrum, voor oudere mensen. Zo ga ik wat skiën. Vind ik ook leuk. Dus u bent ook blij dat de Weijer overgenomen is? Ja, maar ik werk daar ook. U werkt er? Dus u bent uw baan kwijt? Ja, ik weet niet of ik mijn baan kwijt ben. Dat horen we nog. Ik vind het wel jammer. Want het personeel zou in eerste instantie niet overgaan, of wel? Ja, dat weet ik niet. Oh, dan ga ik dadelijk iets zeggen wat misschien helemaal niet zo is. Ja, ik weet het allemaal niet. U hoopt in ieder geval uw baan te behouden? Ja, maar ik ben lichter werk aan het zoeken. Lichter werk. Wat doet u nu schoonmaak, zei u? Ja, dat is best waar, hoor. Hoeveel uren in de week doet u dat? Ik begin 's morgens van 7 tot 11. Ja, ik ben nog afgekeurd. Ja. Met mijn knieën en zo. Wat zou u dan voor werk willen doen? Iets licht. Maar dat zijn ze aan het zoeken, maar dat weet ik niet. Oké. Nou, succes ermee. Ja, dank u. Ja. Dag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U ziet er vandaag weer vrolijk uit. Ja, dat moet wel, want daar zit er toch niks aan. Dus, en waarom bent u vandaag zo vrolijk? Daar ben ik. Dat houdt in hoe dat de ziekte is. Ja. En vandaag gaat het goed? Vandaag gaat het heel goed, dus ik zit met mijn benen in verband en alles. Dus het gaat vandaag heel goed, maar ik mag niet naar huis toe. Niet naar huis toe? Waar bent u nu dan? Ja, op de markt? Madeleijn, ja, maar dat weten. Ja, Madeleijn, ja. Hoe lang zit u daar al? Daar zit ik al van september, oktober af, denk ik. Oh, al bijna een jaar? Hè? Bijna een jaar? Daar zit ik ook heel, dat is nog heel goed, want ik mocht niet meer thuis blijven, dus... Want wat mankeert u dan? Ik de kat van hem dus en alles. Dus, Oké. Ik moest van de dames toen naartoe. U woonde op uzelf alleen? Ja, met de vrouw, maar die zit er ook. Dus, dus gezellig met z'n tweeën? Ja, nee, maar ik mag niet bij elkaar zitten. Waarom niet? Vanwege mijn gezondheid. Nou, dan legt dat eens uit. Ja, dus, dat ik kat van hem ben en alles. En, ik heb mijn eigen veel te druk gemaakt. Oké.
Dus nu heeft u af en toe een afspraakje met uw vrouw? Ja, dan ga ik weer naartoe. Dus, dat is wel een beetje zoals vroeger dan. Dat maakt het dan ook wel weer spannend. Dan kan ik me wel voorstellen dat u zo vrolijk kijkt. Ja, daarom. Ik zeg ook. Ik zei naar huis, toen zat ik thuis nog. Maar dan heb ik de vrouw naar huis toe gehaald. Een paar weken en dan lag ik weer in het ziekenhuis. Nou, dat is ook niks. Nee. Maar u woonde in Boksmeer? Ja, ik woon in Boksmeer, in de Bernerstraat. En u mag zo wel lekker in uw eentje erop uit? Ja. Als er iets is te doen, mag ik wel. Maar anders mag ik er niet uit. Och, echt waar? Dan moet ik smiddags in moet je daar 3-dubbel toestemming om vragen? Ja, dan moet ik toestemming vragen. Ja, maar dat gaat wel af en toe dus. Okay. En wat bent u nu van plan om te gaan doen, rondje markt? Ja, nou heb ik een rondje gemaakt en dan rijd ik weer naar de Madeleine toe. Dus, ja. Is niet fris? Scootmobiel? Is niet fris? Nee, ja, de scootmobiel heb ik ook gekregen. Dus dat ze niet vertrouwen met mij meer. Dus, dat is toch lekker? Ja. Lekker gebruik van maken? Daar moet ik thuis zitten. Ja. Of zou u liever gaan lopen? Hè? Zou u liever lopen nu? Maar ik kan wel lopen, maar toch niet. Ik kan wel zeggen, ik loop hier rond, maar dat gaat niet. Hey, bent u bang dat u waarschijnlijk valt? Ja, ik val er niet, maar dan word ik het moe. Kortademig. Nog kort van de heim, dus ja. Oké. Maar ik zeg, de verpleging is goed daar en alles, de verzorging is goed. En vanmorgen ben ik naar de hemel geweest met het hele stelje daar. Ja. Dat klinkt eigenlijk best gezellig. Ja, echt gezellig. Ja, toen... Maaike dus, die had alles verzorgd, dus die... Van de verzorging. En dus ik ben allemaal mooi naar de hemel geweest. Dus. Kopje koffie? Een kopje koffie, een broodje erbij. En, doe maar. Ja. Nou, op naar de vrouw dan. Doet u de groeten? Ja, ik zal de groeten doen. Maar ik zeg ook, het is heel goed daar wat ik zeg. Dus, goed zo. Maar ik heb wel een ander aan gevraagd. Ja, dat hebben ze voor mij ook. Ik hoef niks te doen. Alleen maar te luisteren naar de dames. Ja, dat is soms ook moeilijk, toch, of niet? Ja, nou valt mij. Dus gewoon de moed erin houden, hè. Goed zo. Ja. Daar sluiten wij mee af. De moed erin. Ja, de moed erin houden, ja. En die smile terug, want u keek hartstikke vrolijk. Hè? Ja, goed dat zo. Moet ook. Want anders deugt het niet, hoor. Nee. Zeg, bedankt, hè. Dag. Tot kijk, hoor. Wat deelt u uit vandaag? Ananas, heel lekker ananas. Is dat nieuw? Uitdelen? Ja, ik heb al een stukje. Heerlijk. En hij is goed zoet. Kijk, heerlijk is hij. Ik zal het hij is goed zoet, hè? Ja, heel lekker. Wat kost de ananas op dit moment? 1,50 per stuk. Is goedkoop? Ja. Kan dat? Is het ananassen tijd? Ja, we hebben er genoeg in ieder geval. Ja? Ja. Hoe gaat het op de markt? Heel goed. Ja. Wij zijn blij met de verhuizing hier. Dus, Oké. Ja. Merkt ook meer mensen? Veel meer passanten, dus we doen het heel goed. Ja, u zit hier ook wel op een ideaal plekje, hè? Ja, dat is dan heel leuk. Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk gegaan? Wie welke plek mag hebben? Nee, dat is gewoon bij de gemeente bepaald. Dus, Ja, zoiets denk ik. Hun tekenen in. En, maar is dat dan een contract voor een jaar of zo? Of nee, hoe werkt dat? Ik ben gewoon vast hier. Oké, okay. Nu dat we straks een keer gaan roleren. Volgend jaar, nee. Wij staan voorlopig hier gewoon. Totdat het opnieuw helemaal ingedeeld wordt of zo een keer. Komen er nog meer kramen bij? Hoop van wel. Ja. Is er nog niks over bekend? Nou, wij moeten ook eerdaags gaan vergaderen weer, dus dan weet ik weer iets meer. Oh, dus over een week of zes als we weer hier zijn, dan weet jij meer te vertellen. Hoop ik iets meer te kunnen vertellen. Tot dan. Ja, prima. Hallo. Ja, wat gaat u doen? Ik ben nog helemaal niet nieuwsgierig. Hè? Ja, dat moet voor dit programma. Eigenlijk ben ik helemaal niet nieuwsgierig, maar ja. Nee, ik ga lekker markten en dan nog loop van de dag verder maken. Film maken? Verder. Verder maken, de dag verder maken. Ja, ja. Maar je weet nog niet hoe die gaat lopen? Deels wel. Ja, mag ik het horen dan? Nee. Nee? Nee. Nou, dat is vast heel spannend. Ja, ja. Ja? Hoe is het hier in Boksmeer? Ik ga maar mee, lekker. Ja? Ja. Vindt u van de Weijer? De overname? Dat weet ik nog niet. Oh, bent u nog niet van op de hoogte? Ja, wel op de hoogte, maar nog niet geweest. Dus, Oké. Okay. U bent wel blij dat het blijft bestaan? Dat hoop ik. Ja, natuurlijk maar blij, maar als het maar niet commercieel wordt. Waar iedereen het over heeft. Dus eventjes afwachten? Kat uit de boom kijken. Leeft er nog iets anders in Boksmeer? Of van alles. Zoals? Ga op zoek. Nou, dan ga ik het doen. Maar dan moeten wel de mensen er zijn, hè? Is goed, dankjewel. U bent vastwezen fietsen? Nog niet. U gaat fietsen? Ja. Waar gaat u heen? Hoezo bedoelt u? Oh, u gaat niet echt een fietsroute maken? Nee. Ik woon hier in Boksmeer. Oké, gewoon even het winkelcentrum in.
Ja, even boodschappen. Maar houdt u van fietsen? Fietsroutes? Ja, wandelen, fietstochten? Ja, ik vind het wel mooi fietsen. Hoeveel kilometer legt u dan graag af? Ja, 40. Zo'n route heb 40 kilometer ongeveer. Want ik zag dat u een fiets met ondersteuning heeft. Ja. Is dat fijn? Ja, heerlijk. Fietsen we nog wel eens op een gewone fiets? Heel weinig. Ja? Is dat, dan valt dat echt tegen? Ja, het is net die zwaarder trapt eigenlijk. Hè? En dan, in welke stand? Of hoeveel standen zitten erop? 5 standen. 2 of 3. Dat is gewoon een beetje, normaal. Maar hoe snel rijdt u dan? 22. 20. Oh, dat is ook best flink, of niet? Ja, ik kan wel even doorrijden. Ja? Ja. En dan fietst u het liefst alleen? Oh, dat maakt me niet zoveel uit. Ook wel eens met een groepje. Ja. Maar ik zal eens kijken hoeveel ik gereden heb nou in 3 maanden. Oh, daar houdt u nog bij op? Ja, dan zit je er allemaal in. 1800 kilometer. Nou, netjes toch? Ja, 600 in de maand. Ja. Dat is mooi. En dan gaat u voornamelijk vanuit hier of gaat u ook wel eens met de auto en dan een stuk verderop? Met de auto, ja. Rondje Helmond bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een mooie route eigenlijk. Die heb ik wel een keer 5 gefietst eigenlijk. Dat is 40 kilometer was dat. Ja. Oké. Okay. En de weier? Is overgenomen, is definitief nu? Ja, dat heb ik gelezen in de krant, ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het wel een goede zaak dat er blijft bestaan eigenlijk. Hè. Kent u de mensen die het overgenomen hebben? Nee. Ja, die wonen erin te wel, maar... Kent ze niet persoonlijk? Nee, ik ken ze niet persoonlijk. Dus u bent wel blij dat het blijft bestaan? Ja, ik vind het wel zo'n oud gebouw eigenlijk. Dat moet er anders mee als het leeg komt, dan wordt het ook moeilijk eigenlijk. Hè. Maakt u ook wel eens gebruik van het theater? Heel weinig. Heel weinig? Ja. U bent geen theatermens? Nee. Wat gaat u dan liever doen? Een beetje fietsen eigenlijk, een beetje buurt. Hè. Maar zo'n avondvoorstelling? Kleinkinderen? Nee. Ja. Die gaan ook mee op de fiets? Nee, die zit nu op vakantie eigenlijk. Oké. Zit in Kroatië nou. Dan zijn het nog jonge kinderen, of niet? Ja, 2 en 4. En dat kan dat allemaal nog? Net. Ja. Dus die van 4 die mag dadelijk niet meer mee buiten de schooltijden? Nee, dan is het afgelopen. Ja. Okay. Waarom hebben ze Kroatië gekozen? Ja, die ouders die komen eigenlijk van Slovenië, eigenlijk van die kant eigenlijk. Okay. En dus, zo zijn ze daar verzeild. Ja. Terug naar de roots? Ja. Wanneer komen ze terug? De zoon die gaat morgen vroeg. Dat is het wezen. Ja. En dan komen de kinderen en de zoon die komen dan volgende week terug. Die zit al 2 weken daar, de kinderen al. En dan kunt u weer lekker van de kleinkinderen genieten? Ja, dat is heerlijk. Nou, bedankt voor dit buurtje. Ja. Fijne dag nog. Succes ermee. Dag. Goedemiddag. Yes toch. Buurten. Buurt u wel eens? Buurten? Ja. Wat buurten? Met de koffie? Ja, met de buurvrouw. Ja, maar ik vind die koffie zo lekker die ik zelf maak. Oh, dus u gaat gewoon in uw eentje zitten buurten? Ja, bij ons hebben ze wel buurt. Hè. En, ja? Ja, die jongens hebben dan beschikken, die meiden. Hè. Die mensen. Hè. Ik ken ze allemaal. Dus eigenlijk komt iedereen bij uw buurten? En bij u op de koffie? Bij mijn buurten? Ja. Ik heb geen tijd. Nee. Waar bent u nu hiervoor dan, op de markt? Even voor de inkopen? Ja, die vrouw stuurt niet weg altijd. Pruimen? Pruimen heb ik gehad, ja. Oh, lekker. Echt waar? Hier bij de collega, hier. Pootjes holen. Kip? Kippenpoten, ja. Die worden vanavond opgegeten? Ja, die had ik op, ja. Maar moest dat dus van de vrouw of dat hij zelf bedacht? Dat doe ik zelfs. Ja? Ja. Oké. Mijn vrouw is vandaag jarig. Echt waar? Ja. En dan zou ik naar huis gaan voor de fly. 75 is ook nog een groot feest ook. Of 24 van het weekend. Ja, maar die kan in Montenegro. Sorry? Montenegro, komt zij. Ja? Ja, je is collega hier. Ja, hallo. Komt ook iets zeggen. Hallo, ja. Dus u gaat ook naar het feest? Feest. Zijn vrouw is 75 vandaag. Ja. Maar hij komt dus Servië. Ja, oké. Okay. Dus, ja. Maar u gaat vandaag geen feest vieren dan? Nee, ik heb geen tijd. Feest vieren, nee. Ik weet niet van. Feest vieren. Ze zegt tegen mij, ik moet feest vieren. Waar moet ik? Als uw vrouw 75 is? Ja, thuis, ja. Dan vier ik feest. Ja? Ja. Maar ook van het weekend nog? Extreem groot feest? Nee. Wordt niet elke dag 75? Nee, samen alleen. Ja? Ja. Dus mij zit u mij gigantisch voor de gek te houden, of niet? Nee, ik hou niet voor de gek. Nee? Nee. Oké, leeft er nog wat in Boxmeer? Is er nog nieuws hier? In Boxmeer of ze nieuws hebben? Ja. Ja, wat moet ik zeggen? Ik kom terug hier in Boxmeer. Ik kom soms bekenden tegen. Ja. Ja, ik vind alles goed hier. Wat vindt u van de Weijer? Van de Weijer? Ja, vind ik ook. Dat is definitief nu, toch? Ja, dat vind ik prachtig, de Weijer, ja. Dat vind ik heel leuk, toch? Het is nieuw bouwen, hè? Ja. Dat vind ik ook heel leuk. Ik ben blij dat het blijft. Ja, want anders niks, als er niks net, dan komt er ook niks. Nee, hè? Daarom. Maar het is allemaal weer in de toekomst. Hè? Okay. Zoals de mensen oud worden. Hoe is het met de politiek hier in Boxmeer? Politiek hier in Boxmeer, ja, politiek. Mag ook een beetje op zijn... Politiek, ja. Ik ben heel bang van. Ja.
Ik lees altijd de krant, zo wat er aan me gebeurt. Ja. Zo, en, het komt wel goed? Ja, het komt wel allemaal goed, ja. Okay. Dus, ja. Dan vind ik alles goed, zo alles. Nou. Ja, want het is net zo, wij hebben toch niks te zeggen. Nee, dat is waar. Grote basis speelde de baas. U had, bent wel wezen stemmen? Ja, dat ben ik zeker. Was u blij met de verkiezingsuitslagen? Ben ik heel blij mee, ja. Oké. Okay. Ja. Ziet de toekomst positief in? Ik vind het wel zo, maar daar in Den Haag, daar klopt ook niks van. Nee? Wilders, die Rutte speelt door de grote baas. Ja. Kijk, dat vind ik erg. Ja, de Socialistische Partij, die kunnen wel. Ja. Ja, dat vind ik een hele knappe meld, vind ik dat. Die kunnen van de arme mensen op. Ja. Ja. En als hij iets zet, dan... Nee, we gaan die niet aan de tafel zetten. Dan, kijk, dat vind ik een beetje treurig, ja. Denkt u dat het nou goed gaat komen in Nederland? Dat is afwachten. Ik vind het alleen jammer. Dan zal dat van afhankelijk zijn? Ja, maar ik vind het alleen jammer. Dat ik één punt jammer vind. Dat wij de ziekenfonds duur betalen. En dat ze dan nou van 220 naar €330 gaan maken. Eigen risico? Eigen risico. Vind ik treurig. Ja, dat vind ik treurig, ja. Echt waar, ja. Is het er nog niet door, of wel? Ik heb het wel gelezen op televisie, ja. Dat durf ik. Ja? Ja, dat vind ik echt treurig, ja. Kijk, en het is net zo... Kent u ook mensen die dat echt niet op kunnen brengen? Ja, dat zien er heel veel, ja. Zien er echt heel veel, ja. En dat vind ik treurig, zelf, ja. Dat denken ze niet aan. Kijk, het is net zoveel mensen leven in AOW, die hebben een paar centenbeuren die maar... Bij man zo, hè. Mm-hmm. En wat moet je daarvan doen? En als je dan een dokter gaat, moet je schrikken in een dokter gaat of iets. Hè? Als je dan een acceptgierig gaat, de ziekenfonds thuis krijgt, denk ik dat je €300 moet betalen. Ja, het is heel erg. Voor heel veel mensen. Ja, nou, daar kunnen we iets van zeggen, maar wij hebben niks te zeggen. Okay. Wij zijn kleine kinderen. Nou, nog even iets positiefs om het programma mee af te sluiten. Ja, is goed. Nou, zeg het eens. Ja, het programma is goed, hè. Ik zou het echt niet weten. Het is te hopen. Ja, ik heb gepropt. En voor de rest, dan weet ik wat ik zeg. Nou, bedankt voor de buurten. Dag van. En wij gaan weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering. Tot dan!